Ik ben Robben Verreggen en mijn passie is karting. Wij gaan momenteel naar Eindhoven. Dat is de locatie van het kastcircuit waar wij onze race hebben van de BKC. Momenteel ben ik nog vrij rustig. Maar ik weet dat ik straks vrij zenuwachtig ga zijn, want mijn vorige race waren al niet zo schitterend qua resultaat. Dus ja, als ik vandaag geen resultaat rijd, dan zal het waarschijnlijk meer zo goed uitzien voor mijn kampioenschap. We gaan momenteel de kaps uit de remorque halen. En dan gaan we ze zien of ze nog in orde zijn. En dan klaarmaken voor de training. We hebben eigenlijk zelf een nummer gekozen in het seizoen. Vorig seizoen dan, het eerste waren we 18 en 17. Maar omdat er nog een andere kaart was met nummer 18, ben ik moeten veranderen naar 118. En is mijn broer achteraf ook veranderd naar 117. En ja, sindsdien houden we vast aan die nummers. Gewoon, bekendheid. We zijn nu de ketting aan het smeren en alle rollementen insmeren met al in one, zodat het vuil er wat op is en dat die goed draaien. De eerste zijn vrij snel, vrij klopbaar en ook het hangt heel veel af van blijft die kat wel rijden of niet. En zoals ik al zei, de vorige drie races heb ik al heel veel pech gehad. Dus, de kans is groot dat ik nu weer mee heb met ethanol. Met Matthias Nagel speel een beetje voet in. Ja. Voor 6 trainingen van 10 minuten. Waarom? 6 trainingen van 10 minuten. Ik ga er ook op. Nee, dat is niet. We gaan momenteel naar we gaan ons inschrijven in ieder geval bij de organisatie. En mogen we op de baan voor te beginnen trainen. En we moeten erbij zijn dat we een afstand van verhaal afleggen voor als er iets gebeurt, dat dat onze verantwoordelijkheid is en niet die van de karting. Ja, meer en niet eigenlijk. We hebben juist training 2 gereden en die is goed verlopen. We hebben ons probleem opgelost met de valse lucht van de motor. En het eerste wat we moeten doen is waarschijnlijk een tandje zakken met het tandwiel voor de toeren. Maar voor de rest rijdt hem eigenlijk goed. Dan moet ik nu nog wat beginnen afstellen voor wat beter grip te vinden en zo. Maar het ziet er momenteel goed uit. Ik ben nu het blad aan het invullen voor de technische controle van de kat. Zodat die mannen dat zelfs kunnen controleren. En dat de kat dan goedgekeurd is. En dan kunnen we mee deelnemen aan de race. Ik hoop gewoon vrij goed, dat kan ik rijden. Maar... de eerste plaats zit er niet in, denk ik. Misschien met wat geluk. Dan gaan we naar de technische controle voor de kart laten controleren. Laten zien of die wel conform is voor mee te mogen doen met de wedstrijd. En hopelijk zijn we erdoor, want dan kunnen we gaan racen. Hè.
zijn momenteel de kart wedstrijd klaar aan het zetten. Dus de wedstrijdbanden erop zetten, de ketting moet eens smeren, al of later nog eens checken of er geen los zit. En zo van die dingen. Want binnen een goede uur is de wedstrijd. En dan moeten we racen met een kart die klaar staat. Ja. Nu gaan we beginnen aan de wedstrijd. Die is juist gedaan met de kwalificaties en we staan tweedes. Dat is een vrij goede tijd. De eerste drie liggen maar met een verschil van 40.000ste uit elkaar. Dat is heel dicht op elkaar. Nu gaan we beginnen aan de race. Ik hoop dat ik het volhoud. En we zien wel waar we uitkomen. Hè. Fantastisch, maar kapot. Ik ben echt kapot. Mijn handen, jong. Yes, mat. Yes. Ik ben kapot. Oh, mijn god. Dat is een schrik, jongen. Ja. Amai. Dat is mij. Ik weet dat ik kapot ben. Dat ik vooral goed van slapen. Mijn handen. Top gereden, hoor. Geweldig. Prachtige prestatie. Kun je nog lopen? En dan hebben we toch wel een heel erg mooi podium, hè? Van vandaag. PSR. Signmind. En ik kan het nog onthouden, Remco, zie je op kijken van kan hij ook die derde nog kuren? Wordt wel wat ouder, maar het lukt nog. Dit is het podium, geef ze nog een keer een applaus.